U kijkt naar Spakenburg Nu met vandaag de volgende onderwerpen. Bouw nieuw kindcentrum. Kindermorgen Oranje Vereniging. Kampioenschap Engdijk. Project Verder Naasten. Videodagboek Anne Frank. Quinty van Dunschoten, Samantha de Jong en Isa van Opijnen zijn bezig met een project voor de Verre Naasten in Oeganda. Ze willen daar graag meer over vertellen en daarom zijn ze vandaag hier in de studio. Nou, welkom in de studio hier, meiden. Ja. Jullie zijn van het Guido de Bret dus en er is een actie vanuit school waar jullie mee bezig zijn. Een opdracht, begreep ik. Kan jij er wat over vertellen, ja. Samantha? Wij doen een opdracht voor school en dat is eigenlijk om Oeganda te helpen. Zodat ze kerken of scholen gaan bouwen en hygiënelessen gaan doen. En het is eigenlijk gewoon om Oeganda zoveel mogelijk te helpen. Ja, en daar hebben jullie een aantal acties voor bedacht. Ja. Om nog eventjes terug te komen om Oeganda te helpen. Waarom is het zo belangrijk om Oeganda te helpen? Nou, in Oeganda zijn heel veel arme mensen. En je hebt heel veel mogelijkheden niet die wij wel kunnen. Wij kunnen bijvoorbeeld naar school gaan. Wij kunnen gewoon aan onze hygiëne denken en dat soort dingen. Maar dat kunnen hun niet. Hun hebben daar veel minder mogelijkheden in, omdat hun het geld er gewoon niet voor hebben. Nee. Daarom is het in Oeganda ook veel goedkoper allemaal dan in Nederland. Ja. En dat merk je echt wel. Ja, precies. Ja. Nou zijn er natuurlijk heel veel arme landen, maar jullie hebben echt bewust voor Oeganda gekozen. Ja. Ja. En de acties, want jullie zijn hier niet voor niets. Hè. Jullie willen zoveel mogelijk bekendheid aan geven. Isa, kan jij er wat over vertellen? Ja, alle eerste klassers op de Guido doen allemaal acties. En dan maken we in de klas allemaal groepjes, mag je zelf bedenken. En dan gaan we daar acties mee verzinnen en dan moet je die uitvoeren. Ja, en dat zijn acties om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Hè? En nou, dit is één van jullie acties, van nou mensen, kom. In actie om iets te doen voor Oeganda, ja. Hè? Want mensen kunnen geld doneren. Maar wat voor acties hebben jullie nog meer bedacht om geld in te zamelen? We zijn nog wel een beetje bezig met het bedenken. We gaan vooral zijn we bezig met het kanalen maken. Op school hebben we ook een speciaal lesuur die wij hiervoor besteden. Om kanalen en sieraden te maken, die verkopen we dan weer op Facebook en dat soort dingen. Ja. We wouden ook gaan bakken en dat soort dingen gaan verkopen. Verder de acties die we echt nog willen doen, zijn we nog niet helemaal over uit. Maar we willen wel wat meer gaan doen. Ja, in die lessen gaan jullie acties bedenken en dat ook al een deel uitvoeren. Nou, Koningsdag komt eraan. Volgens mij is dat dé uitgesproken dag om iets te kunnen bedenken en iets in te zamelen voor Oeganda. Hè? En is er al wat binnengekomen? Ja, we hebben familie gevraagd om te doneren. En we zijn eigenlijk bezig gewoon om sieraden te verkopen en op Facebook of zo te zetten. En dan kunnen we eigenlijk daarmee ook geld verdienen. En is er al wat geld binnengekomen? Ja. Is er al iets gestort? Ja? Hoeveel? Nou, als ik vragen mag. 70 euro volgens mij. 70 euro. Jullie zijn net begonnen. Ja, ja. Niet nou, dat is al een heel mooi startbedrag, toch? Ja. Ja. En nu zijn jullie hier in de studio. Wat zouden jullie tegen de mensen die kijken willen zeggen? Ze moeten vooral echt in actie komen, omdat alle mogelijkheden die wij wel hebben, die hun ook te gunnen. En om ervoor te zorgen dat alle kinderen dezelfde rechten hebben en gelijk mogen zijn. Ja, precies. Dus jullie willen heel graag mensen aan het denken zetten van, hè, jullie zitten op een christelijke school, vertelden jullie al even in het voorgesprek. En het is belangrijk om ook die christelijke identiteit uit te dragen, om iets te betekenen voor, nou, je verre naasten, hè, het doel waar jullie iets voor doen. En is er een QR-code of een site of waar de mensen naartoe kunnen om te zien van waar kunnen we geld doneren? Ja, er is een QR-code. We kunnen die laten scannen door mensen, als die op het beeld zou mogen gezet worden. Ja. Je kan ook naar de site toe gaan, www.mijnmission.nl. Daar kan je ook doneren aan de hele school zelf. Ook aan andere scholen die dit project doen, al zijn er niet heel veel scholen, maar het is een mogelijkheid. En er zijn ook andere groepen van ons die het ook doen. En daar kan je, misschien vertellen hun daar ook wel wat over als je dat hoort. Precies, want er zijn natuurlijk heel veel kinderen uit Spakenburg die op het Guido zitten. En die hebben ook allemaal een actie bedacht. Dus mensen kunnen bij jullie iets doneren, maar natuurlijk ook bij al die andere kinderen. Nou, ik vind het geweldig. En tot wanneer duurt dit?
Tot en met 2 juni. Tot 2 juni kunnen mensen iets doneren. Ja. Hartstikke en dan mooi. Gaat al het geld naar Oeganda. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Dus mensen, u kunt kijken naar de site www.mymission.nl. Of misschien een van deze dames benaderen om geld te doneren. Ik wens jullie heel veel succes met deze actie. Ja. Zet hem op en hartstikke mooi. Yes, dankjewel. Dankjewel. Het was al weken duidelijk dat VVM Dijk kampioen zou worden. Maar het duurde toch nog een paar weken voordat het echt werkelijkheid werd. Afgelopen zaterdag kwam het echt zover toen ze wonnen van Dol de Veste. Het was nog even spannend, maar toen er gewonnen werd, was de ontlading en de blijdschap des te groter. Op een dijk bij het pontje werd vroeg in de avond begonnen met het feest. En dat duurde nog tot in de kleine uurtjes. Dit voor jullie. Rustig. Ja, kom dan hier. Dit is fantastisch. Dit is de ultieme bekroning van waar we jaren mee bezig zijn. Iedereen, sponsoren, vrijwilligers, iedereen die op wat voor manier bij de club betrokken is, hier worden we allemaal blij van. Het is inmiddels al jaren een traditie dat op de vrijdag voor Koningsdag een feestelijke kindermorgen is voor de onderbouw van de scholen. Dit is elk jaar weer genieten. En dit jaar was het in Sporthal de Kuil waar goochelaar Rinaldo de kinderen vermaakte. Lammert van de Groep, voorzitter van onze Oranje Vereniging. We staan voor Sporthal de Kuil voor de kinderochtend. En dat is bijzonder, want ik ben gewend om bij Spakenburg te zijn. Wat is er aan de hand? Dat klopt. Dit jaar waren er onvoorziene omstandigheden. De sporthal van Spakenburg die was in verband met de derby niet beschikbaar. Want die moest omgekleed worden door de feesthal. Dus we zijn uitgeweken naar Sporthal de Kuil. Gelukkig kon dat. We hebben de scholen gevraagd, die sporten normaal hier. Dus we hebben dat zo opgelost. En tot nu toe werkt het prima. Ja, het ziet er heel gezellig uit ook binnen. Ja. Met, niet clown Rinaldo, maar goochelaar Rinaldo. Ja, ja. Is Rinaldo nieuw of had je die al eerder gehad? Ik heb net gevraagd, Rinaldo is voor het eerst dat hij hier in Bunschot de Spakenburg is. Hij is ook nog nooit in de sporthal de Spakenburg geweest. En voor die man was het ook tot nu toe een hele belevenis. Hij kijkt zijn ogen uit. Ja? Hij zei ook, Spakenburg is een heel vruchtbaar dorp, zoveel kinderen. Goedemorgen allemaal. Hey hallo, ik zei niet wel te rusten. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er al zijn. Ik zal jullie iets achterzetten. Alles goed. Hey, lieve jongens en meisjes, fijn dat jullie er zijn op deze Oranjedag viering.
Want leuk en jullie hebben allemaal zo mooi te dromen. Zonder slingers. Ik ben vogelaar Rinaldo, dat had jij goed geraden. Ja. Ik heb het hier opgeschreven en daar op het bord staat het ook. Goed zo. Leuk dat jullie er zijn. Als we heel veel tussendoor gaan zitten praten, dan kun je mij niet goed verstaan. En dan duurt het heel lang voordat we weer naar een nieuw truc gaan. En ik wil jullie zoveel mogelijk goocheltrucs laten zien, toch? Ik vergeet één ding. Jullie weten nou hoe dat ik heet, maar ik weet nog niet hoe dat jullie heten. Tel ik tot drie, zeg je eigen naam. Die weet je toch, daar kom je. 1, 2, 3. Wat te maken allemaal. Oh, dat is een jasje. Oh, dan krijg je een koud. En, dat is heel raar, maar kijk even. Hebben jullie zelf gedoken? Die zijn in de zaal. Wauw. Klap er maar even voor jezelf. Goed hoor. Zo, ga maar even zitten. Ja. En je zit op een doekje in een kleier. Oké. Ja, gelukkig inderdaad. Wel hè. Ja. Anders gaan we ten onder. Inderdaad. Hoe reageren de kinderen op hem? De kinderen die vinden het ook prachtig. Het is, ja. Het is ja, een interactieve show. Hij heeft ook een aap met een buisspreker. Hij gaat goochelen. Hij betrekt de kinderen erbij. Het is echt super. En, Oh, lekker. Ik dacht voor de pauze of zo. Dat hij denkt, of na de voorstelling, dat hij denkt, oh lekker, pak even een mandarijntje. Oh, dit is helemaal geen echt mandarijntje. Oh, kijk even. Hey, klantsneus is ook leuk. Maar ik ben geen klaar, ik ben goochelaar, maar wel met grapjes. Hé, hey, daar is de emmer. Zullen we hier een goocheltrucje mee doen? Mag dat? Zie je het? Dat is ook zo'n balletje, net als hij had het. Nee, kijk even dan. Kun je het zien zo? Daan, ja, Lisa, kunnen jullie het allemaal zien? Ja, Floris, kijk goed. Ja. En je kan er ook in knijpen. Hallo. Hey. Nou ja, ik gooi het wel naar jou toe, Imme, dan vang jij het maar op. Daar komt-ie, hè? 1, 2, 3. Is hij aangekomen? Heb je hem gevangen? Ja, kijk eens even. Want... Ja, de... Huh? Stekers in de lucht, Imme. Stekers in de lucht, laat zien. Iedereen gaat voor jou klappen. Kijk nou. Wow, ik ben daar. Hallo. En ik ben de goochelaar en jij staat te goochelen. Hoe doe je dat? Sommigen moeten van de spanning al na 2 minuten moeten zouden naar de wc. Dus zo spannend is het. Laten we dat maar een goed teken vinden. Inderdaad, ja. Wat gaat er nog meer gebeuren deze week? Ja, vandaag dan de kindermorgen. En woensdag hebben we de cupcake kampioenschap van Bunschoten Spakenburg. Vanaf 2 uur kunnen ze in het Schipperhuis cupcakes inleveren. Die worden dan beoordeeld door een deskundige jury. Dan hebben we de avond ervoor de trekkerstocht door het dorp in. Dat organiseerden wij niet, maar wij willen het wel een beetje promoten. Ja, en dan op Koningsdag, dan beginnen we natuurlijk met de arbade. Nieuwe stijl dit jaar. We hebben een DJ erbij met vrolijke muziek. Een zanggroepje komt er naar afloop. Smiddags hebben we de puzzeltocht voor de fietstocht. Die gaat vanuit het Rode Kruisgebouw. Niet in de Woelenhoek dit jaar, dus vanuit het Rode Kruisgebouw. Ja, en smiddags hebben we dan, smorgens beginnen we natuurlijk ook de kleedjesmarkt hebben we al helemaal. Die zit Spuiplein vol en de Jumboplein. Om 11:30, 12:00 beginnen de spelen op het Spuiplein. S'avonds hebben we om 7:00 een concert, dit keer in de Fonteinkerk. Dus er is ook nog een concert in de Zuiderkerk om 8:00, maar dat is door omstandigheden zo gekomen. Maar dat is geen concert van ons. Ons concert is in de Fonteinkerk om 7:00. Daarna hebben wij natuurlijk om 9:00, om 8:00, 9:00 begint op het Spuiplein een feest in samenwerking met de plaatselijke horeca. Er is een disjockey en een zanger, dus het wordt een heel gezellige boel. En dan begint om 9:30 de optocht door het dorp heen. We hopen dat de dorpstad op tijd klaar is, anders moeten we een stukje om. En dan is het 10:30, daar begint het vuurwerk. Dat belooft weer net zo mooi te worden als vorig jaar. En dan is het 11:45, 12:00 en dan zeggen wij op bestuur een diepe zucht. Dan nemen wij een borrel en dan hebben we het gelukkig weer gehad. En die borrel heb je dan verdiend. Ja, verdiend. Ja, nou ja, we hopen op een geweldig feest. Ja. En we danken jullie alvast voor alle werk van tevoren. Hè? Ja. Dat weten de mensen niet, maar dat is veel. Het is gigantisch veel werk. We beginnen al in oktober te organiseren. De mensen denken vaak, het gaat allemaal vanzelf. Maar wij zoeken nog bestuursleden, dus als iemand zijn eigen groepen voelt,
neem contact met ons op. We kunnen nog wat extra handjes gebruiken. Nou, dat is duidelijk een oproep. Ja. Ik hoop nogmaals dat we een heerlijke dag mogen beleven en ik dank jullie hartelijk. Graag gedaan. In Rengerswetering werd donderdag gestart met de bouw van het Christelijk Integraal Kindcentrum De Ark. De bouw gaat gelijk op met basisschool De Ark. Tijmen was bij de feestelijke start van de bouw aanwezig. Dames en heren, van harte welkom op deze heugelijke dag. De teams van De Ark en het Christelijk Kindcentrum Bunschoten die zijn erg betrokken geweest bij het ontwerp. Niet onbelangrijk, bij de bouw wordt zoveel mogelijk ook lokale aannemers ingeschakeld. Het gebouw moet eind juni 2024, dus volgend jaar, worden opgeleverd. En met ingang van het schooljaar 2024-25 gaat het gebouw in gebruik worden genomen. Het is een aanwinst voor ons dorp. Dat zal ook blijken straks over ruim een jaar als het opgeleverd wordt. En ik wens de hoofdaannemer en de onderaannemers een voorspoedig gebouw. Dank u wel. Ik zou graag de directrice, directeur willen... Ja. En de collega, ja. Oh, heeft u een leuke kleur aan. Ja. Een bouwhelm. Nou, toevallig. Nou, toevallig. Oké, we gaan samen eventjes naar de heistelling. We moeten natuurlijk nog het bouwbord officieel even onthullen. Dus als u eerst even die schakelaar op 1 wilt zetten. Zeker. Ja, perfect. Even een fotomoment, hè. Dan moeten we de foto... Ja, heel goed, heel goed. Oh, u heeft er talent voor. Ja, ja. Dan mag u de tweede hendel omhalen. Deze? Ja, perfect. Kijk uit, tweede gaat hij. Ja. Perfect. Oké, en de rode knop, dames en heren, is voor de wethouder. Ja. 1-0. Drukken. Even. Oh. Wat gaat dat, Ben? Zo. Oh ja, je stekker vergeet. Ja. Kan het beste gebeuren. Wacht even. Dat gaat niet helemaal goed. Wethouder? Ja. Wethouder? Ja, hier. Ik dacht dat hij nog ook al was opgegaan. Wacht even. Ik ga het even in orde maken, mondje. Ja, het moest allemaal... Goed, kom maar een beetje naar voren. Ja, oké, we tellen nog één keer af, dames en heren. 3, 2, 1, 0. Ja, verder. Ja, dames en heren. Dit wordt het mooie gebouw. Applaus. Wim Luggenduist, bouwcombinatie, directie bouwcombinatie MNES. Gefeliciteerd met dit project, een nieuwe school. Ja, dankjewel Tijmen. Wat leuk om te horen en wat leuk dat we hier weer van start mogen gaan. De laatste school die we gedaan hebben, dat is 3 jaar geleden. En we zijn wederom gevraagd en we hebben de aanbesteding gewonnen. Het was nog even een uitdaging om het binnen het budget te krijgen. Maar na 1,5 maand is het zover dat we de juiste bezuinigingen gevonden hebben. Om niet geheel het ontwerp aan te tasten. Dus van alles een klein beetje en dan valt het niet op in het eindresultaat. We hebben net het bouwbord hebben we onthuld. En dan kun je ook zien wat dat tot resultaat bereikt. Het ziet er weer heel mooi uit, Wim, moet ik zeggen. Maar ja, goed, je gaf het net zelf al aan. Je bent toch weer gevraagd om in te schrijven. Want ja, de Calvijn en Sterrenlicht is ook een prachtige school geworden. Dat klopt, dat hebben we vol trots hebben we dat gedaan. En daarom hebben we toch de overweging gemaakt om weer mee te doen met de aanbesteding. En we konden het niet laten om extra scherp te gaan. En zodoende staan we hier weer. Hartstikke leuk. Ja, even naar de planning kijkend, Wim. Want je moet flink aan de bak, denk ik, hè? Dat is zo. Ze willen voor volgend jaar schooljaar willen ze open zijn. Toen we aan tafel kwamen, hebben we ook eigenlijk het vertrouwen uitgesproken naar elkaar. Om te zorgen dat we binnen het budget zouden komen. Op dat gegeven heeft de gemeente een deelopdracht gegeven. En zodoende hebben we vandaag ook de palen gehad. Want normaal gesproken zit er ook een maand of 3 leeftijd op. Dat hebben we iets terug kunnen brengen. Door
door de enthousiasme van onze kant uit hebben we de leveranciers weten te bewerkstelligen om dat binnen het juiste termijn te geven en dan om volgend jaar schooljaar open te kunnen. Wim, we gaan elkaar natuurlijk gedurende het traject meerdere keren spreken. Ik wens je heel veel succes toe. Ja, dankjewel en tot snel. Jenneke Nijkamp en Evelien de Jong, directie respectievelijk de Ark en Christelijk Kindcentrum Bunschoten. Ja, gefeliciteerd dames, er komt een hele nieuwe school aan. Ja, bedankt. We hebben hier ontzettend naar uitgekeken. Het is echt een prachtig moment dit, dat het nu eindelijk gaat gebeuren, de bouw. En we hopen dat het een voorspoedige bouw gaat worden, dat we inderdaad in augustus 2024 hierin kunnen trekken. Evelien, kindcentrum, CIKC moet ik zelf zeggen, hè? Kindcentrum, ja. En dat wordt zo genoemd, hè, tegenwoordig, want vroeger hadden we lagere school, basisschool en nu hebben we kindcentrum. Dat is achterhaald, basisschool en lagere school. Het IKC, het CIKC, dat is het echt helemaal en wij hebben echt de C er bewust volgeplakt voor het christelijke. Dus het wordt een christelijk integraal kindcentrum waarin school en opvang, onderwijs en opvang echt hand in hand samen gaan. En voordat die eerste paal hier geslagen is, hebben wij al een traject samen erop zitten met gemeente, aannemers, architecten van zeker al een jaar. En het voelt echt goed en veilig om dit zo samen ook gewoon te doen. Dus we zien hier ook echt rijkhalsend naar uit als volgend jaar, volgend schooljaar we daar in mogen trekken. Ja, die co-creatie is al volop op gang gekomen. Ja, dat was een prachtig proces. Echt met elkaar bekijken van wat willen we echt in die school of in het gebouw hebben. He, daarom zijn we ook echt op die mooie ronde vormen gekomen. Dat het ook echt een gebouw is wat hier in de omgeving, in het park, het is een soort parkpaviljoen, echt mooi, ja, mooi eruit ziet. Evelien, we kennen jouw kindcentrum natuurlijk, maar de vraag komt op van ga je hier naartoe verhuizen? Nee, dit wordt echt een extra uitbreiding van het kindcentrum. We zien de kinderopvangland een gigantische groei van kinderen. Het aantal uren wat ouders afnemen voor hun kind zien we gewoon ook enorm groeien. Dus waar eerst de ouders kozen voor 1 of 2 dagen opvang, is het nu echt 3 of 4 en soms zelfs 5. En ja, de ouders hebben dat gewoon ook echt nodig om aan het werk te blijven en alle sociale lasten gewoon te bekostigen. En ja, daar zijn wij op ingesprongen. Dus dit wordt echt een extra locatie voor ons. En we kunnen niet wachten tot het klaar is natuurlijk. Extra locatie, maar ja, in een voorgesprekje zei je dat er waarschijnlijk nog een extra locatie komt. Ja, de andere extra locatie die start al in augustus. En dat is op de Bavingschool. En elk jaar zeg maar iets. Maar dat wordt een wat kleinere locatie van ons. Met 1 lokaal en met de BSO. En bij de ARK krijgen we echt 3-4 lokalen en een BSO. Dus dat wordt echt beduidend groter. Heel veel succes tijdens het hele bouwproces. Ontzettend bedankt. Bedankt. Vorige week vertelde Jolande van der Linden u over het videodagboek van Anne Frank. Inmiddels zijn er al enkele afleveringen geweest die u gelukkig nog kunt opzoeken op YouTube onder Eemland 1. Er komen nog veel meer afleveringen en het is echt de moeite waard om dit te kijken. De serie wordt uitgezonden door Eemland 1 en wel om 9 uur 's morgens, 2 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Elke dag behalve op Koningsdag. En dit was Spakenburg Nu. Op Koningsdag is er wel een opbaar op het Kolkplein en we zullen daar ook zeker opnames van maken. Maar helaas is het dit jaar niet mogelijk om het live uit te zenden. Wel zullen we de opbaren vanaf 1 uur op Koningsdag uitzenden. Dinsdag 2 mei zal er dan een samenvatting van alle feestelijkheden te zien zijn. Vrijdag is er Buitenspel, waarin vanzelfsprekend veel aandacht zal zijn voor het kampioenschap van Eemdijk en voor de derby. Zaterdag weer een herhaling van Spakenburg Nu. Zondag op de uren van Bunschoten los op zondag. Maandag weer, als altijd, uit de oude doos. En dinsdag dus een samenvatting van alle Koningsdagfeestelijkheden. En woensdag zijn wij weer met Spakenburg Nu. We wensen u nog een hele fijne dag.